de regio Aurangabad, in Maharashtra, zijn ongeveer 30 grotten uit graniet gehouwen. Deze boeddhistische grotten staan bekend als Ajanta-grotten. Deze opgravingen dateren van de 2e eeuw voor Christus tot het einde van de 5e eeuw na Christus. Het lijkt erop dat deze grotten oude kloosters en gebedshuizen zijn, die uitgehouwen zijn in een 75 meter hoge klif. Ze zijn versierd met schilderijen en beelden die het leven van Boeddha en andere boeddhistische goden uitbeelden. Ze werden pas in 1819 herontdekt door een Engelse officier die deelnam aan een tijgerjacht. In die tijd was de regio bedekt met een dicht bos. Het is tegenwoordig moeilijk voor te stellen. Deze tempels van kennis konden een paar honderd mensen, monniken, leraren of studenten huisvesten. Ze onderscheiden zich door hun opmerkelijke schilderijen, die bijna intact waren toen de grotten in 1819 door het Engelse leger werden ontdekt. Inmiddels zijn er helaas veel toeristen langs geweest. Thank you.